Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Woelige Baren op Unity TV. En vandaag met Sander Pardon. Dag Joost. Lennart is op vakantie en Sander die valt voor hem in. En je valt meteen met je neus in de boter, want we hebben een hele leuke gast vandaag. Ja, interessante gast. Een collega van ons, Rachid Finch uit Leiden. Werkt al jaren bij de NOS en ik ben zeer benieuwd. Ik ook. We gaan hem van alles vragen in deze aflevering van De Woelige Baren. Als je zoveel lef hebt. Hij doet het ook echt. Zo, daar ben ik. Welkom aan boord. Hey, dankjewel. Rachid. Hey, hallo. Goedemiddag. Welkom. Hi. Rachid, we gaan eens eventjes je personalia doornemen. Want dan weten we tenminste dat we de juiste persoon in de boot hebben. Heel belangrijk. Ja. Rachid Finch junior. Zeker. Dat betekent dat er ook een senior is. Ja, ja, er was weinig creativiteit in de jaren 80. Zijn al jouw namen trouwens? Rachid Finch, ja, is het? Ja, echt weinig creativiteit. Oké, goed. Ja. Geboortedatum 2 januari 1986. Inderdaad. Dat maakt jou 28 jaar oud. Ja. Geboorteplaats Leiden. Zeker. En je bent vooral bekend als radionieuwslezer bij de NOS al 9 jaar. En als ontwikkelaar van de app Skirt Alert voor je smartphone. Inderdaad. Die vertelt wanneer het rokjesdag is. Ja, klopt inderdaad. Rachid, wat ons verbazen is, en op een leuke manier, je bent een van de jongste verslaggevers ooit bij de NOS. Ja, eigenlijk verbaast het mij ook nog steeds. Als ik daar wel eens aan terugdenk, dat je dus debuteert op je 20ste. Landelijke radio, ingewikkelde onderwerpen, veel luisteraars. Dat achteraf denk ik ook van, god, dat is wel erg snel gegaan destijds inderdaad. Hoe ging dat? Hoe zat jij dan ineens achter die microfoon? Nou, ik was al een halfjaartje bij de NOS aan het freelancen als redacteur. Voor teletext. In Leiden had ik al wat journalistiek werk gedaan en dat was blijkbaar genoeg om te kunnen freelancen. En er was een dag toen ik een redactiedienst had bij 3FM, dat de nieuwslezer Peter de Vries zijn stem kwijt was. Het was echt zo dat clichéverhaal van iemand die zijn stem kwijt is en er is echt helemaal niemand anders op dat tijdstip. Of je alsjeblieft dan maar wil invallen. En dat wilde ik heel graag, want ik wist al sinds ik heel klein was dat ik bij de radio wilde werken. Dus dat was echt een droom die uitkwam. Wat goed. Je moet een beetje geluk hebben, hè? Ja, ja, en dat merk je op zo'n moment inderdaad zeker. Dat iemand zijn stem kwijt is, dat je daar precies bent. Dat er ook niemand anders is. Ja, dat zijn echt dingen, dat hou je niet voor mogelijk. Soms komen dingen ook bij elkaar, hè? En dan je hebt geluk en je kan met het geluk spelen. Heb je wel eens nagedacht, als je stem niet kwijt had geweest, wat je dan gevolgd zou hebben? Ja, nou, ik hoop dat er dan een andere gelegenheid was geweest waar ik misschien meer geluk had gehad. Ik had op dat moment ook al coaching. Al waren er mensen die meer coaching hadden, die verder waren. Dus dat geluk heeft wel geholpen. Maar ik hoop dat ik er anders misschien op een later moment ook nog wel tussen was gekomen. Want het was bepaald niet vanzelfsprekend dat jij meteen in dat gat zou springen. Toen Peter de Vries zijn stem kwijt. Nee, en ik luisterde de laatste demo's terug die ik had ingestuurd. En dat is wel logisch dat het niet zo vanzelfsprekend was. Want zo goed was het helemaal niet. Hoe ziet een normale dag voor jou eruit bij de NOS? Het verschilt heel erg. Als ik een dag heb als nieuwslezer, dan ligt er maar net aan of je de ochtend of de middag hebt. Ik ben niet echt een ochtendmens, maar ik heb best vaak dat ik heel 's ochtends vroeg moet beginnen. Dan gaat de wekker om 4:15 al. En dat, dat is wel. Ik kan wel gelukkig goed tegen niet al te veel slaap. Dat maakt het dan weer makkelijker. Maar dan begint het al zo vroeg. Dan is het eigenlijk zo snel mogelijk naar werk rijden en echt daar op starten. Kijken wat je de afgelopen nacht gemist hebt. Praten met collega's die er 's nachts al waren. En zo een beetje opstarten. En voor je het weet heb je je eerste nieuwsuitzending al. Nou heb jij toch een goede radiostem ontwikkeld. Misschien moet je daar ook steeds aan blijven werken. Al vanaf het begin af aan. Maar ze hebben ook jouw hoofd ontdekt. Kort geleden, althans een paar jaar geleden. Want je bent steeds meer op televisie te zien. Ja. Is dat een verlengde droom? Of kwam dat toevallig vooruit? Een beetje. Kijk, mijn droom was sinds ik klein was echt om bij de radio te werken. En de rest interesseerde me eigenlijk niet. Maar ik leerde toen ik bij de lokale omroep in Leiden zat. Holland Centraal heette dat nog. Voordat Unity er was. Toen leerde ik eigenlijk al van als je het echt goed wil doen in Hilversum, dan moet je niet maar één ding kunnen.
Dus ik probeerde ook te leren hoe je goed kunt schrijven. Hoe je een goed internetartikel maakt. Ik heb fotografie interessant gevonden, leek me ook handig. Maar tv was eigenlijk weer zo'n geluksmomentje, zo'n toevalligheidje. Het was de dag dat koningin Beatrix aankondigde dat ze zou gaan aftreden. En collega's belden en die zeiden, jij bent toch veel bezig met sociale media, kun je ons bij de uitzending vanavond helpen? Dat was 2 uur voor de uitzending, want dat was pas vrij kort natuurlijk voordat de uitzending kon beginnen. En dat nog nooit op televisie geweest? Nee. Maar ze zeiden, kom je helpen? Dus ik wist nog steeds niet dat ik op tv kwam helpen. Met je hoofd in de hoofd. Ja, ik dacht, nou, ik moet misschien wat Twitterberichten zoeken, kijken wat mensen op Facebook zeggen. Ja. Dus ik kom daar aan en ze zeiden, ja, daar is de make-up. Toen begon het een beetje tot me door te dringen van, wacht even, hier gebeurt wel iets heel vreemds. Dus ja, die make-up gaat erop. Ik had alleen een overhemd, ze wilden dat ik ook een jasje aandeed. Ik kwam Jeroen Overbeek tegen van TV-journaal. Ja. En ik zei, nou, mag ik misschien een jasje van je lenen? Waar ik wonder boven wonder in paste. Het ging niet dicht, maar ik kon er wel in. En eerst was het 8 uur journaal nog bezig. Dat is klaar, de reclame loopt. Je loopt de studio in, er staat een laptop voor me klaar waar ik dan die tweets kon laten zien. Er stond niet eens een Twitter-programma op. Dat was ik tijdens de opening van het programma nog aan het installeren. Het was echt... Echt een professionele organisatie. Ja, dat is goed voorbereid. Nou ja, maar ik denk dat de professionaliteit leidt je eruit af dat het wel op zijn pootjes terechtkomt uiteindelijk. Ja, en, okay. Want ja, je hebt echt maar 2 uurtjes om zo'n uitzending voor te bereiden. Niemand wist natuurlijk dat de koningin weg zou gaan. En het voordeel voor mij was, je hebt ook geen tijd om zenuwachtig te zijn. Je staat er, je moet het gewoon doen. Maar je hebt wel bewezen dat je beschikt over een inventief talent. Ja, je moet denk ik, dat is iets wat ik ook bij het nieuwslezen altijd geprobeerd heb, om zoveel mogelijk weg te blijven van wat er op papier staat. Want als je echt een slaaf van je papier bent, van de tekst die geschreven is, en je kunt nooit improviseren of er nooit los van komen, dan kun je dat soort uitzendingen kun je nooit doen inderdaad. Dat klopt. Dus heb ik altijd geprobeerd om mezelf eigen te maken. Maar goed, je hebt natuurlijk ook echt al jaren ervaring op de radio voordat je bij de NOS aan de slag ging. Überhaupt op je 11e was je voor het eerst op de radio te horen? Op mijn 11e begon ik bij een programma Voor en Door Kinderen in Leiden. En daar kwam ik eigenlijk weer doordat ik 2 jaar daarvoor had ik bij Radio Leiderdorp. Dus eigenlijk ook alweer als een soort grootvader van Unity. Yeah. Had ik een prijsvraag gewonnen. En het was een Disney-kalender. En die moest ik ook nog zelf komen ophalen. Dat stuurden ze niet eens op, moest ik ophalen. Maar daardoor zag ik wel voor het eerst een radiostudio van binnen. Toen ik 1 jaar of 9 was. En toen wist ik, oh, dit is wat ik wil doen. Wist je dat daarvoor ook al, als nog jonger kind, dat je iets met radio, of luisterde je altijd al naar de radio? Of? Nou, nee, ik vond media wel interessant. Ik was erg bezig, ik vond tv leuk. En ik was ook degene die dan thuis de videorecorder kon bedienen. Ik had hem op het kinderslot gezet, ja, voor mijn ouders, weet je wel. Dus ik vond dat altijd wel een heel interessante kant. Ja, dat klopt. En met dat programmeren van een kinderslot op de videorecorder naar apps, want dat doe je ook nog naast je werk bij de NOS. Klopt. Ik zei het net al, de ontwikkelaar van de app Skirt Alert, jouw favoriete app natuurlijk, Sander, of niet? De app die vertelt je wanneer het rokjesdag is. Ja, dat begon eigenlijk als een... Ja, dat gemaakt met mijn neef en een vriend van me. We waren bij mij thuis op een barbecue en wij hadden alle drie wel iets met techniek. En met communicatie en met media. En we dachten, eigenlijk moeten we een keer een app maken. Gewoon benieuwd hoe dat werkt. Hoe gaat dat dan? Wat moet je doen? En hoe werkt de marketing ervan? Gewoon eigenlijk een uit de hand gelopen experiment. En mijn neef zei, zou het niet leuk zijn dat er een app is die je vertelt wanneer het rokjesdag is? En ik dacht, ik weet niet of het heel nuttig is. Maar voor een eerste project is het wel te doen, zeg maar. En dus gingen we aan de slag. En het was een 1/2 jaar later klaar. En die is de hele wereld over gegaan, die app. Ja, dat is wat ons nog het meeste verbaasde. Dat het best serieus werd genomen hier en daar. Dat het in een Australisch vrouwentijdschrift heeft gestaan. Dat de hoofdredactrice van Elle in Groot-Brittannië erover blogt. Dat het verschillende Nederlandse media haalt. En elk jaar weer trouwens, als het lente wordt. Het is geen hype. Het is echt elk jaar komt het weer terug. Het komt wel steeds minder. Dus het had toch wel een hype factor toen het uitkwam. Maar ik ben er nog steeds verbaasd over. Maar het is wel echt leuk. Zullen wij eens eventjes wat dilemma's gaan doen? Even wat dilemma's. Iedere uitzending stellen we onze gasten een aantal dilemma's. Dan moet je uitkiezen, het een of het ander. En pas aan het einde mag je gaan nuanceren. Ja, komt hier, Rachid. Je moet kiezen, hè? Dus je bent een nieuwslezer of je bent een journalist? Journalist. Okay. Het is soms zwaar om dit werk te doen of na al die jaren deert geen enkel nieuws mij meer? Oh nee, het is wel soms zwaar, zeker. De NOS is de enige nieuwsorganisatie voor mij, of
als RTL me een mooi aanbod doet, ben ik weg. Oeps. Ja, dan is de NOS de enige voor mij. Ja. Okay. De lokale omroep heeft een belangrijke functie in omroepland. Of bij de lokale omroep werken vooral goedbedoelende vrijwilligers. Ja, allebei, maar dan kies ik de eerste. Het heeft wel een belangrijke functie, ja. Nooit meer op tv of nooit meer op de radio? Nooit meer op tv. Dat is vrij stellig. Ja. Want televisie heeft in de rollen die jij daarop hebt vervuld nog niet je hart gestolen. Oh, jawel, juist wel. Juist wel. Ik vond het... Weet je wat het is? Je moet wel even waarschuwen. Sorry hoor, maar... Moet ik het doen voortaan? Je moet wel even waarschuwen. Nee, ja, tv heeft dus niet je hart gestolen. Nou, op een bepaalde manier wel. Kijk, radio-nieuwslezer kan redelijk eenzaam zijn. Je hebt maar heel weinig nodig ervoor. Je hebt jezelf, je computer, een collega die meeschrijft, dat is het. TV vereist eigenlijk een veel groter team. En om daar deel van uit te maken is fantastisch. En alles wat er op je afkomt, zeker bij nieuwsuitzendingen waar je eigenlijk een draaiboek maakt om vervolgens weg te gooien. Dat gaat heel vaak zo. Ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi. Maar waarom ik dan toch voor radio kies, het is wel mijn eerste liefde. En het is wel iets waarvan ik in ieder geval weet dat ik het echt kan. TV heb ik leuke dingen mogen doen. Maar ik heb daar nog heel veel te leren. Jij bent ook heel stellig in dat je echt een NOS'er bent. Waarom is het dan... Ik kan me zo voorstellen dat je bent nog hartstikke jong. Ja. Je werkt al heel lang bij die ene omroep. Mm-hmm. Waarom zou je een uitstapje naar bijvoorbeeld het commerciële RTL niet overwegen? Nou, ik denk dat ik daar nu wel goed op mijn plek zit bij de NOS, hoor. En dat denk ik ook niet altijd. Want wat je eerder al zei, ik zit er al 9 jaar. Ik ben 28. Soms denk ik ook wel, is het gewoon, ondanks dat het leuk is, ondanks dat het goed gaat, is het gewoon soms niet tijd voor iets anders. Eigenlijk gewoon om jezelf te beschermen, wat jij nu ook moet doen. Ja, gaat net goed. Dus tuurlijk denk je daar soms wel eens over na. Sterker nog, vanuit huis ben ik echt opgegroeid met RTL Nieuws. Dat is wat thuis aanstond. Niet het NOS-journaal. Dat heb is ik dat eigenlijk nou jouw als... puberteit? Is dat nou het effect van jouw puberteit geweest? Rebelleren tegen thuis en dan maar ik naar zei, de NOS? Nee, gaat op 1, niet op 4. Nou, je leerde de NOS natuurlijk wel beter kennen omdat je zelf bij een lokale omroep zat. En dan zit je veel dichter bij de NOS dan bij RTL. Maar echt van vroeger uit was het wel altijd RTL Nieuws, ja. Wat grappig, wat heb je daar dan zo van afgedreven, om het even zo te zeggen? Niet echt iets afgedreven. Het was eigenlijk dat ik de kans kreeg om te solliciteren bij de NOS toen ik 19 was. Wat ik ook niet heel serieus nam, omdat ik mezelf geen enkele kans toedichtte. Daardoor is waarschijnlijk gelukt, want ik was ook niet zo zenuwachtig bijvoorbeeld. Eigenlijk is het zo gerold. Maar ja, veel mensen weten niet dat RTL is letterlijk aan de andere kant van de straat van de NOS. Dus het had zo de andere kant op kunnen vallen misschien. Ja. Ik heb nog een stelling voor je, Rachid. Ik heb alles uit Leiden gehaald wat er te halen was. Of, zodra ik de kans krijg, verhuis ik terug. Zodra ik de kans krijg, verhuis ik terug. Ja. Leiden moet groter durven denken. Of Leiden moet durven vertrouwen op de eigen kracht. Nee, Leiden moet groter durven denken. Ja, absoluut. Leiden is een goede studentenstad. Of... Voor het echte studentenleven moet je hier niet zijn. Dan moet je toch in Nijmegen zijn. Oké, gaan we het zo over hebben. Ik heb wel een paar vragen over. Ja, precies. Dat dacht ik wel, ja. Als ik iets over Leiden lees, dan moffel ik het hoe dan ook in mijn bulletin. Of ik ben neutraal in alles wat ik doe. Oh, ik ben echt hopeloos neutraal. Dat is echt heel vervelend af en toe. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk te doen of de keuze aan een ander te laten. Ja. Oké. Zonder de Leidse lokale omroep was ik er nooit gekomen. Of ik was er sowieso wel gekomen. Ik hoop dat ik er sowieso wel was gekomen, ja. Maar dat weet je nooit lastig. Zeker. Dat is moeilijk te zeggen, maar ik hoop het wel. Ja. Nou, zullen we meteen het pijnpunt dan even behandelen? Ja, dat Nijmegen, dat zit me niet lekker. Nee, precies. Leg dat hoe uit. Zit dat? Nou, het was een fantastische tijd om daar te studeren. En ik vond het een heel, heel open plek ook om te studeren. Denk, studenten zijn daar veel zichtbaarder, veel opener. Ik heb hier het gevoel, maar dat vind ik moeilijk om te zeggen, want ik heb hier uiteindelijk niet gestudeerd. Maar dat je wel echt lid moet zijn van een studentenvereniging om er echt veel van mee te krijgen. Ja. Ik denk altijd wel eens dat hier misschien 80% lid is. En in Nijmegen is 80% juist niet lid. Dus het is een heel andere dynamiek die je hebt. Maar inmiddels heb jij Leiden
Je bent niet na je studie weer terugkomen wonen in Leiden, want je woont nu in Utrecht. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk puur praktisch. Want ik wilde dichter bij mijn werk wonen. Ik heb dus echt 5 jaar lang heen en weer gereisd tussen Nijmegen en Hilversum. Nou, dat wilde ik gewoon niet meer. Ik wilde ook niet in Hilversum wonen, want wat ik daarvan kon zien is dat weinig mensen maar aan te raden. Dus Utrecht leek me de mooie middenweg. Ik vond Leiden ook net iets te ver. Dan was ik misschien 1 kwartier, 20 minuten eerder op werk dan vanuit Nijmegen. Ja, dat vond ik ook weer niet de moeite waard. Nee. Maar weet je, volgens mij is dit de tweede of derde keer in mijn leven dat ik door de Leidse grachten vaar. En dat is eigenlijk heel zonde als je hier bijna 20 jaar gewoond hebt. Dus ja. Vandaar dat ik wel eens denk, ik moet hier terugkomen om nog wat dingen te doen die ik niet gedaan heb tot nu toe. Je moet weer terug. Ja. Ik heb nog een vraag aan je, want je zei Leiden moet groter durven denken in het dilemma. Ja. Waaruit maak je dat op? Er was hier 1 keer een groot feest waarvan ik niet voor mogelijk hield dat het kon. En dat was eigenlijk op de laatste dag van Serious Request van 3FM, toen het Glazen Huis hier was. En er stonden toch een partij artiesten op te treden bij Molen de Valk. Het was denk ik het grootste feest op Leidens Ontzet na dan. Dat we gehad hadden. Toen dacht ik, het kan dus wel, zo'n groot evenement in Leiden, waarbij de hele stad daarin in deelneemt. En bij Leidens Ontzet lukt het ook. Maar verder is het allemaal relatief kleinschalig. Dan denk ik, ja, we kunnen volgens mij in Leiden best iets meer de aansluiting zoeken naar de grote steden. Dus ik denk dat we... Dat qua er ook festivals hoop... bedoel je, of qua evenementen? Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar een hoop meer grootschalig zou kunnen zijn dan we nu doen. Rachid, je bent nu 28. Ja. En iemand die op die leeftijd bij de NOS zou werken, dan zou je zeggen, god, je staat aan het begin van een geweldige carrière. Die heb je eigenlijk al voor een groot deel gehad. Achter de rug. Wel klaar, ja. Hoe ga je dat redden de komende jaren? Wat ga je doen? Nou, maar dat is een heel goede vraag. Want zorgen is een groot woord, maar ik denk er wel eens over na. Ik dacht dat ik altijd wel nieuwslezer zou zijn toen ik net begonnen was. Maar ja, dan blijkt van, ik heb al eigenlijk mijn hele tienerjaren daar naartoe gewerkt. Het lukt, je doet het, je wordt er beter in. Op een gegeven moment denk je, ja, ik moet waarschijnlijk tot mijn 70ste dat dan doen als ik dat blijf doen. Is dat... Dat is nu nog een hele lange tijd. Dus. Maar ja, denk je daarover precies. Na of zeg je nou, ik pak dit moment en ik zie wel over 3-4 jaar. Wat ja, allebei. Eigenlijk, ik maak me heel veel zorgen om en dan denk ik van, ik kan maar beter niet zorgen om maken en gewoon bezig zijn met het nu. Maar af en toe springt die vraag wel weer naar boven van, is dit echt iets dat ik nog 40 jaar ga doen? En ik denk het niet eigenlijk. Zijn er nog dromen om waar te maken dan voor jou? Ik denk wel dat ik op zoek moet naar nieuwe dromen, zeg maar. Of die tegen moet komen. Natuurlijk heb ik het erg leuk gevonden om aan Skirt Alert te werken. Dat is maar 1 van de 11 apps die we in totaal gedaan hebben. Mm-hmm. Dus ik merk dat je daar een hoop creativiteit in kwijt kan. Ik kon vroeger ook nooit kiezen, wil ik nou de media kant of de techniek kant? Nu doe ik het eigenlijk allebei, dus dat is heel fijn. Maar het is nog niet zo'n roeping als toen ik begin tienerjaren had. Dat ik dacht, oh ja, dat moet ik gaan doen. En daar ga ik alles voor aan de kant zetten. Is dat een lust of een last eigenlijk? Dat aan de ene kant is het natuurlijk ontzettend prettig dat je die kansen hebt gekregen. En dat je dus al die dromen hebt kunnen verwezenlijken. Ja. Maar aan de andere kant, ja, hoe nu verder? Dus dat... Ik denk dat het een lust is. Ik denk dat er nog een hoop mensen zijn van mijn leeftijd die er, net als ik, nu nog steeds niet uit zijn. Maar niet die voorgeschiedenis hebben gehad van, hey, ik heb mijn kinderdroom kunnen waarmaken. Ja. Dus het is absoluut een lust dat ik die mogelijkheid wel gehad heb. Ja. Want je bent, zeg maar, je komt uit een online generatie, hè? Ja. Je bent opgevoed met een iPad bijna en een iPhone en... Een krant, daar hoor ik jou eigenlijk niet meer over. Nee, nou, wat wel leuk is van mij, ik heb nog heel bewust de tijd zonder internet meegemaakt. En de tijd dat internet heel gek geluid maakte als je erop wilde komen. En de tijd nu dat het alom aanwezig is. Dus dit is wel een fantastische tijd. De overgangsperiode heb je meegemaakt. Ja, ik ben misschien net iets te jong om echt de tijd voor het internet goed mee te maken. Maar ja, ik weet nog wel hoe het was als je een computer had die eigenlijk niks anders kon dan tekst verwerken. Is er bij de NOS nog een baan die je ambieert? Een post waarvan je zegt, dat zou ik wel willen, buitenlandcorrespondent of... Ik heb buitenland altijd heel lastig gevonden. Dan moet je baas van het journaal. Baas van het journaal. Nou, lijstopvolger opvolger van Hans Roes, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Nou ja, ik zie wel dat er heel veel op je afkomt als je de baas van het journaal bent. Dat is wel een uitdagend vak hoor. dat is echt niet niks. Ik hoop gewoon dat ik naast mijn radionieuwslezen af en toe de kans krijg om steeds meer te leren over televisie. Over hoe je dat maakt, hoe je daar goed in wordt. Dat lijkt me heel fijn. Ja.
En hoe zie jij de toekomst voor wat betreft jouw apps bouwen? Ja, dat is een goede vraag. Want als je hebt daar een bedrijfje in gehad. Nee, ik heb het nog steeds. Je hebt het nog steeds. Ja. Hoe ga je daar dan mee verder? Of is dat, wordt dat nu meer gewoon hobby? Het is nu een soort uit de hand gelopen hobby. Waar ik echt nog wel veel tijd in besteed. Ik vind het echt leuk om te doen. Het is eigenlijk op een bepaalde manier alsof je een boek schrijft. Maar dan met moeilijke woorden. Maar dat is wel gewoon, dat vind ik wel echt leuk. Het is toch alsof je een verhaal vertelt met een bepaald doel. In een boek is dat, in een app is dat eigenlijk net zo. Maar je ziet je toekomst wel meer bij de NOS dan bij het apps maken? Ik hoop eigenlijk dat ik die keuze niet hoef te maken. Dat gecombineerd kan worden. En waarom ook niet? Want journalistiek en media trekken steeds meer naar online en technologie. En online en technologie wordt steeds meer toegankelijk voor een breder publiek. Hè? 10, 15 jaar geleden was dat iets wat je hooguit op je werk gebruikt. En verder bleef je er verder van. Behalve de gamers misschien. Maar dat zijn toevallig twee werelden die zich heel goed met elkaar laten mengen. Ik hoop eigenlijk dat door je werk, dat je je werk zo leuk vindt dat je geen hobby's meer hebt. Maar heb je die eigenlijk? Ja, dat ook wel een beetje noodgedwongen. Want soms denk ik doe echt niks anders dan alleen maar werken. Toen ik op de middelbare school, toen bleek dat ik eigenlijk echt een bizar ritmegevoel had. Dus als ik dan zeg maar met vrienden naar een concert ging, dan was ik de enige die anders klapte dan de rest in de zaal. Heb je medicijnen voor, hè? Ja, nou ja, medicijnen of drumles. Ik ben dus op mijn 17e ben ik drumles gaan nemen. Dus ik drum nu een jaar of 10. Dus het gaat al een stuk beter dan destijds in de concertzaal. Wat doe jij over 30 jaar? Waar ben jij dan? Wat doe je? Als ik dat eens wist. Ik zou, ja, en ik wist natuurlijk dat je dat ging vragen, want dat lag wel voor de hand. Maar deze red je wel. Deze broek red je wel. Dit is een vrij ruime, ja. Vind je het zo vervelend om zo vragen te stellen? Ja, toch, hè? Ja, precies. Nee, ik heb eerlijk gezegd echt geen idee. En 30 jaar is echt, ik weet het over 2 jaar eigenlijk al niet, om eerlijk te zijn. Dus 30 is echt, hoe oud ben ik over 30 jaar? Bijna 60, ja, weet je. 58? Ja, dan, nee, ik durf het je niet te zeggen. Ik hoop. Werk je dan nog steeds bij de NOS? Denk het niet. Dat is geloof ik denk moest het niet. Je langzaam over nadenken. Ik moest toch even nadenken. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik te nieuwsgierig ben naar heel veel dingen om dan dus eigenlijk 40 jaar dezelfde werkgever te hebben. Dus op een gegeven moment ga je toegeven aan je nieuwsgierigheid? Ja, dat doe je in dit werk vanzelfsprekend natuurlijk al. Maar ook buiten dat werk is er natuurlijk een hoop waarvan ik benieuwd ben. Hoe zit dat in elkaar? Ja. We gaan dat met jou meemaken de komende jaren. We zijn aan het einde gekomen van het interview. Het gaat snel als je naar je zin hebt. Nou, vind je zeker. Niet? Ik wil jou in ieder geval vast even ontzettend bedanken voor je tijd hier aan boord. Graag gedaan. En heel veel succes de komende jaren nog. 30 toch? De komende 30 jaar zeker. Dank je wel. Dank je. Goed. Kijk, de steiger komt in zicht. Gaan we even afscheid nemen. Het is wel een beetje een professorische steiger dit. Ja, hebben jullie die net even neergelegd? Het zijn dus de bezuinigingen in Leiden. Dat is het. Ik zie het, maar hij doet het. Ik ga hem neerleggen. Oh, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Wel thuis. Ja hoor. Ik dus zeker. Tuurlijk. Voor jou? Staat de camera aan? Tuurlijk. Zeker. Dankjewel. Ah, leuke vent. Ja. Rachid Finch. Heel leuk. Rachid Finch. 28 jaar. We gaan nog wat van hem horen. En nog lang niet klaar. Hey, hoe voel je het? Boeiend. Leuk. Leuk verhaal. Ja, interessant. Een rising star. Gewoon uit Leiden. Rachid Finch. Wil je deze en andere afleveringen van De Woelige Baaier terugkijken? Dan kun je dat doen op onze Facebookpagina en like ons ook meteen even. Zit jij ook op Facebook? Ja, lang joh. Oh, kan niet meer zonder. Kunnen we jou ook liken? Ja, graag. Moet je meteen doen. Sander Pardon even liken op Facebook. Volgende week dan zit er weer iemand in de boot. En wie? Dat weet ik niet. Geen idee. Nee, geen idee. Animo genoeg. Ja, ik moet even wat belletjes plegen. Dus, tot gauw. Dat je wel voor het kijken. Dag. Nou, hartstikke leuk.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij.